16 jeugdige kookliefhebbers trokken dinsdag naar de Lennekse Markt om er ingrediënten uit te kiezen. Hiermee leren ze koken op een vijfdaags kookkamp van Ultrasport. Op de laatste dag mogen de ouders komen proeven wat hun kinderen ervan gebakken hebben. Ja, dus in Ultrasport organiseren wij verschillende kampen, waaronder ook een kookkamp. En dan schrijven kinderen zich in om in de voormiddag een lekker middagmaal te bereiden. En in de namiddag maken ze dan een dessert voor hun. En op vrijdag is er een restaurant en dan kunnen de ouders, die zich hebben ingeschreven, hier komen eten wat de kinderen voor hun gemaakt hebben. Het is nu het derde jaar dat we het kookkamp organiseren en het is toch steeds uitverkocht, dus het is populair. Ik vind het heel tof dat er kookkamp is, want je kunt echt lekker eten maken. Ik vind het een heel leuk kookkamp. Dit is nu al mijn derde jaar dat ik het doe. En ja, het is heel leuk. En ik heb het dan ook te danken aan Jasper, omdat hij ja, heel veel inzet heeft om dit te doen. En ja, dit was het dan. Ja, ik vind de kookkamp ook heel leuk. Je leert nieuwe technieken, hoe je fruit en groenten leert snijden. Je leert pizza's in de oven. Je leert veel nieuwe technieken. Allee, veel nieuws. Je leert iets bereiden. Je leert bijna alles aan koken.